Okay. Dit is de website perry7.nl. Staat hier boven. En het gaat deze uitzending over de kunst van het liegen. Liegkunst. Moet je het Nederlands verkennen. En een van de kunsten van het liegen uit zich bij ons menselijk fenomeen. Bij het naar de maan gaan. Er zijn een hele hoop plekken op deze wereld die zijn naar de maan gegaan. Maar we zijn er niet geland. We zijn ook nooit van weggekomen. En het intro is vrij kort. Wij zijn er niet geweest. En dan kunnen allebei mensen boos worden op mij. En denken van, ja, maar dat mag je niet zeggen, man. Dat is een conspiracy serie. Ja, ik wil gewoon bewijzen dat we er zijn geweest. De bronnen, die staan hiernaast. En de eerste is, dat is de eerste bron die hier staat, Apollo 17. Dit is een heel kort filmpje. En die laat dan zien hoe de Lunar Module opstijgt. En dan moet je goed opletten op het feit dat je dus helemaal geen burst ziet naar beneden toe. Het is net alsof er een magneet. Maar kijk maar even. Ja. Dit is een beetje saai gezeur. Even kijken waar die begint. Denken. De reclame kan weg. Daar komt hij. Ja. Zien? Goed opletten. Dit apparaat moet contact gaan maken met een ander apparaat. En dat vliegt met een snelheid van 1000 km/u rondom de maan. Kijk, en nu zie je dus een soort vuurpijleffect of zo van. Maar aan het begin had dit apparaat dat niet nodig. Ja. We nemen er gewoon nog eentje. Dit is ook wel heel leuk hoor, de full trip. Waar doet je dit aan denken? Heb je ooit naar oude uitzendingen gekeken van Star Wars of zo? Is dit echt? Denken jullie echt dat dit echt is? En mag ik jullie dan wijzen op het feit dat de belichting van het object wat je midden in beeld ziet, die is tamelijk uitgelicht. Vinden jullie ook niet? Zelfs in de schaduwen kan je iets zien. Terwijl daarachter heb je een soort van oersoep. En jullie moeten deze shit vreten. Daar moet je zelfs belasting voor betalen. Jullie zijn zo dom. Kijk, kijk. En nu gaat het ding naar links. Ja? En wie heeft de camera in handen? Hoe zou dit gefilmd zijn? Was dat van de Lunar Module nummer 7 of zo? Ik denk het wel. Kan bijna niet anders. Kijk, er wordt ingezoomd. Spannend hoor.
Jullie moeten goed beseffen dat toen dit het live uitgezonden werd op tv, zaten ze hele volksstammen in Nederland en in Groningen. Gewoon gekluisterd. En in de Achterhoek. En in Limburg. Die zaten gewoon gekluisterd aan de tv. Kijk eens wat mooi, man. En dan heb je daar links achterin, dan drijven die wolken voorbij. Oh, ho, 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 ho. Nee, nee, nu wordt het echt. Wat krijgen we nou? Dit ziet eruit als Dark Vader of zo. Wat is hier aan de hand? Wat er gebeurt hier? Ja, het is wel een beeld. Ja, de radar on the way. Ja, surely. Ja. Ja, it's great. It's amazing, Jim. Je wordt er helemaal stoned van als je hier naar kijkt. Oh jee. Een nieuw beeld. We hebben in de tussentijd wel geknipt, hè mensen? Dat begrijpen jullie wel, hè? Dus dat vorige beeld, dat liep niet zo goed af. En dan hebben ze een stukje uitgeknipt. En nu blijken ze een nieuwe camera te hebben. Maar die heeft ook een soort brilletje. Een soort lensje of zo, waar je doorheen kan kijken. Dat is echt wel ingewikkeld, hoor. Het is bijna niet te zien. Hè? Volgens mij. Oh, oh. Nee, oh nee, 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 nu word ik helemaal duizelig. Dit is de maan ondersteboven, mensen. Nu niet gelijk weg gaan lopen en chocolademelk gaan maken. Het is gewoon de maan ondersteboven, hoor. Niks aan de hand. Oh, kijk, en dit is. Wat is dit nou weer? Come on, you people. Waarom hebben jullie dit nooit gezien? Dit is de allergrappigste bullcrap die ik ooit heb aangenomen. Wat zijn jullie dom. Oh, pas op mensen. Oh, nee. Nee, maar nu wordt het serieus hoor. Nee, we zijn echt op de maan geweest. Zien jullie dit? Kijk eens naar de maan aan de rechterkant. Het lijkt wel een golfbal. En jullie hebben dit allemaal geloofd. En als ik erover ga zeuren, dan ben ik een hokolast ontkenner of zo. Kijk eens. Nee, maar kom, even serieus. Kijk, even serieus, hè. Het gaat dus wel over de octagon, hè? Die je hier in beeld ziet. En dit is dus volgens mij, ja, ik weet niet hoe ze dit gemaakt hebben. Misschien is het wel gewoon zoals, hebben ze gewoon een pizza vorm of zo. Iets met, ja, dus, maar het kan ook gewoon plastic zijn. Je kan ook eigenlijk. Ja, al die bubbeltjes, want het zijn bubbeltjes, hè. Het is echt iets, iets heel vreemds in deze opnames. En dat klopt ook helemaal niet, hè, in het. Kijk, nu staat het beeld bijna stil. Terwijl die Lunar dinges aan het landen is. Kunnen zij zijn camera zo stil houden? Oh ja, joh. Knap hoor. En wat zien we? Helemaal niets.
We zien bubbeltjes. Net als de eerste beste crème brûlée. Oh, kijk. Oh, daar is de maan weer in beeld. Oh, de maan die wiebelt. Ja, die wiebelt van links naar rechts. En nu zien we ook links onderin en rechts onderin. Dan zien we twee schuine strepen komen. Dat duidt op de octagon. Ja. En de maan die beweegt gewoon van links naar rechts. Totale belediging van ons denkvermogen. Er is weer een nieuwe krater gevonden. Zo te zien is er plastic voor gebruikt. En je ziet hier een gezicht. En dat is niet voor niets, denk ik. Het ziet eruit als een aap. Oh, kijk. Dit is de andere spacecraft. Dit is dus de, je zag net eventjes een zoom in van de moon, op of moon surface. Maar nu heb je weer een... Dit is vanuit de command module, denk ik. Alleen de command module die kan eventjes niet pannen. Die kan niet naar links en niet naar rechts. En de sterren zijn ook niet te zien. Dat is ook niet belangrijk. En hier zie je dan de zee der rustigheid ofzo. Prachtig. En dan gaat die kamer nog op neer. Dus die man in de command module is echt bezig met zijn... Oh! Nee, nu... Nu schakelen we over. Houston, we got a problem. Of niet? Nee hoor. We zitten gewoon aan de andere kant van de maan te filmen. Huh? We zagen net rechtsboven en nu linksonder. Maar, dit gaat wel heel hard, man. Oh, volgens mij storten we omlaag op de maan of zo. Dit gaat dus allemaal over de Apollo. En we kijken nu naar de rechterkant van iets wat er echt uitziet als een krentenbol. Ik kan mij ook. Ja, geef mij een camera en een frituurpan en een beetje meel. Dan maak ik ook zoiets hoor. Eigenlijk geen probleem. Gewoon het juiste lampje erop. Ik snap niet wat de trouble is. Maar die octagon, die komt nog. Dan zagen jullie die flash die net voorbij kwam. Die sloeg ook helemaal nergens op. Flash van boven, oh, flash in het midden. Oh, dan gaan we weer camera stampen. Zoom in, zoom uit. Onscherp, dan weer scherp. Oh, streepjes erin. Storing. Ja. En we zien alleen maar de ene kant van de maan. Oh nee. We hebben nog een camera. Oh, gelukkig maar. Oh, wat een opluchting. En deze camera dan, gaat die dan beter? Even kijken hoor, hoe deze camera eruit ziet. Is het trouwens hetzelfde? Het kan toch niet hetzelfde camerapunt zijn, of wel? Ja, ik vind het een beetje gek hoor, maar... Maar met verbazing blijf ik kijken. Ja, de cameraman die probeert echt zijn best te doen. Maar nu zitten we echt heel ver van de maan, hè? Want nu hebben we de hele maan in beeld, zien jullie dan, mensen? Dit was een Apollo-missie van, heb ik jou daar, hè? Close-ups van de maan.
half-ups van de maan. Maar ook de maan... niet helemaal in beeld. Goh, wat zouden ze daarmee bedoelen? En hoe ziet de maan eruit? Oh, ho, ho, de maan viel omlaag. En nou is de maan weer terug. Ja, geweldig. Ik weet zeker dat wij dan, als je dit soort beelden hebt van de maan, dan ben je naar de maan geweest. Dat kan niet anders. Het is net alsof ik een mannetje zie trouwens. Met twee ogen en een mondje en een fronsje. Aan zijn linkerkant. Voor mij rechts. Maar ik heb ook het vermoeden dat hij gaat verkleuren. Dat ze dit gaan veranderen. Ja. Ja, ze doven de kleuren uit. Heel langzaam. Prachtig hoor. Je ziet echt het mannetje in de maan. Ik zie het mannetje in de maan. Ik zie zelfs de neusgaatjes van het mannetje in de maan. En dit project heeft dus een aantal dollars of kilo's goud. CQ-auto's die in de rondte moesten rijden van al die NASA-medewerkers. Nu wordt het spannend. Nee, maar hallo, mensen, allemaal wakker worden. Nu hebben we weer een real-life operation. Aan de rechterkant zien wij twee stalen pijpen of zo. En dan een soort ei met een streep eroverheen. Wat is misschien de rucksack van een... Ja, geweldig. Ja. Oké, nee, dat gaat allemaal goed. Dit is spannend, mensen. Hij is totally in outer space, hè? En hij wil graag veilig thuiskomen. Bij vrouw en kind. En dan weet hij wel de juiste bout aan te draaien. Want hij moet een EVA doen. Dat is een extra vehicle action. Een actie buiten het voertuig. Daar zijn we nu getuige van. En we zien hoe hij dat echt gewoon geweldig doet. En het is opmerkelijk dat de camera... dat hij hem zo goed in beeld heeft. Vinden jullie ook niet? Het is net als... ja, Billy Wilder is bezig. Oh, kijk eens dat licht. Wat, dat ziet er goed uit, man. Is het nou nog steeds dezelfde cameraplek? Dat... ik kan het niet helemaal zien. Al die slangetjes. En het drijft maar. Als je mij zou vragen om deze opname na te doen...
Dan zou ik hem in een aquarium doen. Hoef je niet voor naar de maan. Of zo. Doe gewoon onder water. En nu gaan we er vast nog meer lachen. Even kijken welke Apollo dit is. Ja, de 17. Mooi, hè? Drie van die parachutes. Alleen die camera, die ze hebben geen statief. Hè? Ze zijn niet echt, is uit de hand gefilmd of zo. Want dan een statief, dat is zo duur. Dat doen we niet aan. Een beetje shaky, shaky, shaky. Shake, 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 all the week. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Het lijkt me een opname van een UFO. Die UFO-filmers die staan hier ook beroemd om. Hè. Dat ze echt van die schuddende opnames kunnen maken. Oh, kijk. Bijna. Bijna. En er ging links ook iets omlaag. Hebben we ook niet gezien. Ja, het is wat. Maar we zijn blij dat Apollo 17 terugkomt. Hè. Kijk, kijk, hij gaat door het wolkendek heen. Oh jee, waar is hij nou gebleven? Waar is hij? Oh, paniek. We zijn de shuttle kwijt. Oh. We konden helemaal naar de maan gaan, maar nu zijn we de shuttle kwijt. En de camera staat ook scheef. Zien jullie dat? Oh, nu zat hij weer een beetje... Oh, dit is vanaf een schip gefilmd. Oh, nou snap ik het. Oh, ja. Alleen, waarom gaat dat schip heen en weer? Oh, wacht even. Oh. Nee, ze zijn weer terug. Daar is hij. Ja, we hebben nog steeds... moeite met de camera stil te houden. En ja, die wolken helpen ook niet echt mee, hè. Jeetje, en wat was die zwarte rand aan de rechterkant daarnet? Ja, nou, dan zijn ze mooi in beeld, hè? Ja. Yes. Dit gaat prima. Ja, het is gewoon een mooie landing. Oh. En verdorie, er viel alweer de film... Wat storing, hè? Dan krijg je, kleurverandering. Verdorie, hè? Waarom hadden ze geen Hasselblads? Hè? En dan krijgen we ook weer dit. Oh, en nou weer uit een andere hoek. Ja, die vorige camera is dus uitgevallen. Dus we hebben nu een andere camera moeten pakken. En deze camera doet het gelukkig wel. Och, prachtig, ja. Oei, wat gebeurt hier? En wat is deze camera dan? Volgens mij is het een camera van een alien. Die heeft helemaal met groen. En groen, blauw. Nee, voor blauw. Pas op, mensen. Straks valt hij in het water. Ik denk echt dat het gaat gebeuren. Het is alleen maar de vraag. Ja, kunnen ze het filmen? Kunnen ze echt filmen? Oh. Ja, ik bedoel, ze hebben de touchdown wel gehad, maar je zag. Oh, het is bijna Hiroshima, man. Wat een explosie. Oh.
Nee, echt. En zelfs de alle oh, maar gelukkig is daar. Ja. Ja, wat een opluchting. En ze gooien gelijk wat omlaag. Ja, hè, hè. Poepoe. En dan die Mickey Mouse ballonnen er bovenop. Dat mag je natuurlijk niet zeggen, want dat is racistisch. Maar... Kijk, en... Kijk, de eerste astronaut komt naar buiten. Zien jullie dat? Die man is helemaal wit. Hij, ja. Kortom, ja. Ja. Deze astronaut die als eerste naar buiten komt, die voelt zich echt goed. Ja, en, oh ja, ja, connection. Ja, echt. Oh jee, voor mij heeft hij nou een beetje natte broek. Die eerste astronaut, maar... Nou komt de tweede astronaut. Er zijn er drie, hè, mensen. Dan komt de tweede astronaut komt naar buiten. En de eerste astronaut, die zetten ze in het bootje. Man, prachtig. Man, dit is spannend. Hij valt een beetje omlaag. Maar hij is nu nog een beetje moe natuurlijk van al die dat maanlanding. Oh, op zijn knieën gaat hij gewoon. Ja, ach, wat is hij blij, hè, dat hij eindelijk uit het bakje is. Er komt nog een witte. Ja, 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 ja. 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 Geweldig. Oké, weer een andere view. Ja. Want hoe gaan ze die astronauten nou? Ah ja, die moeten omhoog. Ja. Ja, de helikopter toe. Oh, wacht. Wat is dit nou weer? Helikopters. Ja, mensen. Ja, als je dit ziet, dan weet je gewoon zeker dat je naar de maan bent gegaan. Ah, dat is een mooie landing. En dan de instructies
Nee, man. Er zijn die astronauten weer. En die hebben nou oranje pakjes aan. Amazing, ja. Dat was natuurlijk ook, ik hoop wel dat ze ook gedoucht hebben, trouwens. Leer mij een man ruiken die een tijdje niet doucht. We pakken er gewoon nog. Leuk zullen zijn gewoon de echte opname. Dat is ook wel leuk. May 18th, 1969. We were almost ready. Man had orbited the moon once. Man had test flown the lunar module, the lunar landing craft, in Earth orbit once. But before we would commit men to a lunar landing, there were still a number of things to be worked out. This was the mission of Apollo 10. In the words of its commander, Tom Stafford, to sort out all the unknowns and pave the way for a lunar landing. En mag ik jullie vragen? Nu even te kijken. Oh ja, dit is ook heel leuk. Dit is een hele leuke shot. Ja, allemaal een koffertje bij zich. Staat ook helemaal nergens op. John Young had been on Gemini 3 and Gemini 10. They would face problems on Apollo 10. Problems that would be solved for Apollo 11. Most would be minor, but they would be solved. Stafford, Young, Cernan. They brought to their mission enthusiasm, dedication, responsibility, even amazement. And through the means of color television, they took us with them as they played their part in man's greatest adventure. Okay, ik moet hem even kappen. Dat is echt heel erg leuk. We're coming up on the 20-second mark. T-minus 20 seconds. Zien jullie die vogels? En dit. Je moet je eens voorstellen. 13, 12, 11, 10, 9. Dank jullie wel voor het luisteren.